Michelle, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Goed hoor. Ja? Vertel eens aan ons, waar zijn we? We zijn op het Bolwerk in Middelburg. In de Erasmuswijk zijn we volgens mij. In de Erasmuswijk, inderdaad. Ja, dat klopt. En jij bent een leerling van de vierde jaar? Ja, klopt. Vierde jaar. Ja. En jullie hebben hier ook een restaurant, begrijp ik. Dat wist ik helemaal niet. Klopt. Ja, en werk jij eraan mee? Of doe je dat met de hele klas? Nee, daar werk ik ook aan mee. En wij worden er eigenlijk gewoon voor gevraagd om daar aan mee te doen. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, maar nu is volgende week is er weer een avond dat mensen kunnen eten. Of wanneer is dat precies? Ja, klopt. Volgende week. Ja. Ik weet alleen niet wanneer. Nee, maar dat kunnen we vast ook wel op de website vinden, ja, toch? Ja, klopt. Maar wat kunnen mensen dan verwachten als ze hier naartoe komen? Want het zijn leerlingen die het doen, maar wel onder begeleiding van jullie. Ja, wel onder begeleiding van docenten natuurlijk. Ja, dus het eten is wel gewoon lekker, ja, en goed. Ja. Het eten is wel gewoon lekker en wordt door ons bereid, maar wel onder begeleiding van onze docenten natuurlijk. Ja, maar wat kunnen mensen dan verwachten? Krijgen ze dan meerdere gangen geserveerd van jullie? Of, 3 gangen. Oké. Okay. 3 gangen menu. En verklap je dan al van tevoren wat ze krijgen of is dat een soort verrassing? Ja, dat verklappen we wel. Ja? En wat is dan het hoofdgerecht, weet je dat? Nee. Dat is een lastige vraag, hè? Maar het is gewoon lekkere, het zijn gewoon, ja, lekkere maaltijden. Klopt. En wat moeten de mensen daarvoor betalen? €12,50. Nou, dat is een hele nette prijs. Ja, zeker voor 3 gangen, ja. Ja, dat vind ik. Dat is echt heel goedkoop. En kunnen ze dan reserveren via de website, nee, of zo? Via schoolrestaurant kan je een bon halen en die kan je in de winkel bij ons kopen. En dat is ik noemde dit eigenlijk het Van Voor restaurant, maar dat heet ook zo, ja. Ja, het heet ook Van Voor. Want jullie, de Van Voor winkel in de Nieuwenburg, die is ook van deze school, hè? Ja, dat is die. Heb je er zin in om het te gaan doen? Ja, ik heb er wel weer zin in. Ik had eigenlijk een paar weken geleden al weer een restaurant. Zou ik meedraaien in de avond. Maar toen bleek het in één keer dat ik corona had. En kon ik helaas niet meedoen. Ja, daar baalde ik wel echt super, super erg van. Ja, dat geloof ik. Want ik vond het hartstikke leuk om daaraan mee te draaien. En de eerste keer toen ik daaraan mee ging draaien, vond ik het natuurlijk hartstikke spannend. Maar uiteindelijk achteraf dan valt er toch wel weer een last van je schouder natuurlijk. Ja, dat geloof ik. Het was ook hartstikke gezellig met iedereen die er was. En het is gewoon, behalve dat je van alles leert, en dat je is het ook gewoon een leuke avond. Het is gewoon leerzaam en het is gewoon leuk tegelijkertijd. Ja. Nou, dat is allemaal goed op te horen. Dus, jullie hebben ook alle ruimte hier, zie ik. Hè? Dus, ja, klopt. Het gaat helemaal goed komen. Ja, zeker. Dankjewel voor je toelichting. Geen probleem. Ja. En misschien komen die groenten echt van je land? Ja, hier van de kas. Waar verbouwers. Oh, de kas die hier aan het begin staat? Ja, we kopen, okay, de winkel nu ook wat hier in de kas op. We kopen plantjes. Dus jullie zijn ook gewoon een kwekerij? Ja, joh. Spruiten. Nou, dat is een mooie combi. Ja, dit, ja. Spruiten. Heb je al advocaatjes hier staan? Ik heb er nog een paar. Dat heb ik net tegen Marloes gezegd. Oh, die wil ik ook kopen. Oh nee, dus maar vertel eens heel kort, wat jou kennen we wel van alles, hè? Je minicamping en de boerderij bij Kleverskerken. Ja, klopt. Maar je bent hier ook docenten. Je liet net even snel jouw lokaal zien, want je geeft lassen. Lassen, metaal en tuinbouw. En dat was een hartstikke leuke school, of niet? Ja, het is echt super. Het is heel intensief werken, maar het is super leuk. En hier gebruik je gewoon je ervaring van het boerenland? Ja, dan hebben we nog bloemkool en nog spruiten en soorten sla. Dit zijn ook nog spruiten. Dit is dan overgebleven, zeg maar. Daar hebben we nog augurk. Maar we hebben heel veel stekken hebben we al verkocht bij Van Voor. En ook de leerlingen mogen meenemen wat ze willen. En dan hebben we achter de tuin hebben we ook nog een hele groentetuin. En aan de zijkant hebben we een groentetuin en dan telen we zelf onze groenten. En dan gebruiken ze dit in de keuken. Maar ook gewoon voor de leerlingen zelf en ook voor collega's. Het is gewoon een bijna zelfvoorzienende school midden in de Erasmuswijk. Ja. Mooi man. Ja, zeker, zeker. Nee, het is hier best wel warm, hè? We gaan naar buiten.